Els, waar ook Yahya is in de building. Hi, Morazzo. Yahya in de building. Thank you very much voor de mooie onthaal weer. Ben al goed voorbereid voor aanstaande woensdag. Oh, wat is er woensdag? Oh ja, Valentijnsdag. Ja man, ik heb een druk schema man. Wat gaat er gebeuren? Ik ga naar al mijn vriendinnetjes toe. Ik heb bewijs gemaakt dat ik een arme student ben. Ik ga cadeautjes in ontvangst nemen. Dat weet je niet. Ja, serieus. Je gaat geen cadeautjes uitdelen. Bij jou werkt het zo. Je gaat cadeautjes in ontvangst nemen. Juist. Geurtjes, onderbroeken. Je gaat met de zak van Yahya rond. Juist. Net als de zak van Sinterklaas, alleen gewoon even deze alles zaak ophalen. En dan dit werkt als een stofzuiger, deze zak inderdaad. Ja, die, toch? Die pakt alleen. We gaan op zoek naar een leuke dochter. Wat dacht je ervan? Wat zeg je daar? Score een dochter. Oké, voor Valentijnsdag. Voor Valentijnsdag probeer je voor aanstaande woensdag een dochter te scoren. Ik heb twee gaatjes vooruit. Dus heb 2 uur en 3 uur. Ja, oké, man. Ik heb hier 2 nummers. Nou, daar ga je dan. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, vriend. Ik zeg dit is score een dochter. Ben ja, hoi. Je spreekt met Yahya Pazpak. Goedenavond. Hallo. Alles goed? Ja hoor. Oké dan. Ik had even een vraagje. Ik zoek voor Valentijnsdag zoek ik een date. En nou weet ik niet of u beschikbaar bent of misschien uw dochter als u die heeft. Nee, helaas. Oh, ik jammer. Bent u al helemaal voorzien? Ja. Gaat u leuke dingen doen met Valentijnsdag? Ja, inderdaad. Oké, wat staat er op de planning? Dat gaat helemaal niks aan. Allee, ook niet een klein beetje? Nee. Oh, oké. Wel iets romantisch, toch? Ik ben niet eens verbonden, Giel. Je spreekt helemaal niet mee, Giel. Je spreekt met je pasbak. Hallo? Je bent gewoon een beetje verkeerd verbonden, Giel. Tot later. Voor Diederik. Ja, hallo. U spreekt met Yahya Pazpak. Goedenavond. Alles goed? Met wie spreek ik? U spreekt met Yahya Pazpak. Goedenavond. Ik had even een vraagje. Ik zoek nog een date voor Valentijnsdag. En nou vroeg ik me af of u misschien interesse had. Of uw dochter misschien, als u die heeft. Ja. Doet u iets met Valentijnsdag? Nee, sorry hoor, ik hoor u niet goed. Oh, bent u doof? Ja, ik ben een beetje doof. Oh, bent u een beetje doof? Oh, ik ben ook een beetje doof. Ik kom door het rukken. Maar goed, ik had even een vraagje. Heeft u misschien zin in een date met Valentijnsdag? Nou, ik ben al erg bejaard hoor. Oh. Ik denk niet dat ik nog een date kan krijgen. Ja, nee, op een oude fiets zou je toch moeten leren, dus op zich maakt het helemaal niet uit. Ja, dat weet ik wel. En ik voel me niet zo oud, maar als je nou 90 bent, dan ga je toch geen date meer maken. Oh, bent u 90? Ja. Oh, oké, nou, dan heeft hij waarschijnlijk wel een dochter of een kleindochter. Ja, die zitten allemaal in Australië. Die zitten allemaal in Australië, oké, maar zijn ze vrijgezel? Ja. Oh, en zijn ze ook rijk? Nou, ze hebben het goed. Oh, oké. En... Nee, ik begin dus niet meer aan een date, hoor. Oké, mag ik je wat vragen? Wanneer was uw laatste date? Mijn laatste date? Ja. Oh god, dat weet ik niet meer, is ook al zo lang geleden. Maar u heeft wel leuke dates gehad in die leven, ja, toch? Ja, ik heb echt wel wat leven genoten. Ja, heeft ze nog wel eens zin? En ik doe het nog, maar... Oké, en u doet het nog? Ik geniet nog. Oh, u geniet nog. Oh, ik dacht dat u het over seks had, sorry. Nee, laten we daar maar niet over praten. Nee. Oké. Nou, geniet van het leven. Ik hoop dat je goede dates vindt. Ja, nou, ik ga gewoon lekker op zoek nog. Dank ja, u wel. Oké. Dank u wel, dag. Applausje voor jij, applausje voor jij. Dankjewel, Moran. Wel, wel, helemaal goed. Je krijgt veel uit zo'n vrouw, hè? Ja, man, ja. Het is die magische womanizer voice voor jou. Shit, man, ze is 90 en rijk. Score een dochter, ronde nummer 2. Gaat het je lukken, denk je? Ik weet niet, man. Hangt vanaf welke gek jij weer aan de telefoon gaat brengen. Ben je er klaar voor? Ja. Welke regio? We doen er eerst weer 1 uit Wassenaar. Oké. Korting. Ja, hallo, u spreekt met Yahya Pazpak. Goedenavond, alles goed? Met wie? U spreekt met Yahya Pazpak. Ik bel voor het volgende. Ik zoek een date voor Valentijnsdag. Oh ja? En ik weet niet of u beschikbaar bent of uw dochter misschien. Nee. Oh, doet u helemaal niet aan Valentijnsdag? En ja hoor, hij gaat weer op de hoorn. Gaat hij weer? Gaat het lukken? Gaat hij op de hoorn? Gaat hij op de hoorn? Hallo? Hallo? Daar gaat hij. We krijgen hem er ook niet in. Daar gaat hij. Wat een goedkope telefoon. Hallo, ik kan ook. Is de horen groter dan de telefoon? Is het net een puzzelstukje dat net niet past? Of het is een lilliput dat niet bij de telefoon kan? Daar gaat hij. Ja, weer. Hallo. Daar.
gaat hij weer. Ja! Mag ik ons uit een warm applaus voor deze mevrouw die uiteindelijk haar telefoon op de hoorn heeft weten te gooien. Shit! Nou, Alzheimer denk ik, hè? Ja, ik denk het ook. Hallo, salam alaikum. Hallo, Ramir Haji, salam alaikum. Alaikum salam, schoon. Alles goed? Ja? Jij spreekt met Yahya Pusbach van de radio. Yahya? Ja, Yahya Pusbach. Pusbach? Ja, van de radio, alles goed? Ja hoor, prima, maar ik ken ik wel of niet. Ik had even een vraagje, gaat u nog leuke dingen doen met Valentijnsdag? Is het Valentijnsdag? Dinsdag? Valentijnsdag. Nee, begrijp ik niet. Het is 14 februari, de dag van de liefde. Ja, de dag van de liefde. Gaat u nog wat? Oh, hoe is het? Goed. Prima, jong, prima. Gaat u nog wat leuks doen? Met vrienden en vriendinnen, alles goed? Ja, met mijn vriendin gaat het goed. En met uw vriendin ook goed? Ja, tuurlijk. Ik heb altijd, maar ik heb het geen vriendin, alleen jij. Meer niet. Je hebt geen vriendin. Nee, goed ook. Oké. Ga je nog leuke dingen doen met Valentijnsdag? Ja. Ja, wat ga je doen met Valentijnsdag? Dinsdag? Nee, woensdag. Woensdag? Ja. Ik heb altijd naar moskeeën en weet je. En wat nog met de kinderen voor mij, ja? Oké, je gaat geen romantische dingen doen met je vrouw? Met mijn vrouw, al-Hajja. Ja, met al-Hajja, romantische dingen, gewoon leuke dingen doen samen met je vrouw. Tuurlijk, altijd, ja. Oké, dat vinden wij belangrijk. Oké, al-Hajja, dankjewel, hè. Oké, doei. Dag. Morad, wat? Nee, ik ga die man niet vragen of die dokter heeft. Nee, ik ga die man niet vragen, want anders gaat hij schelden. Oké, goed. Volgende week, morgen, de tweede dag, op weg naar Valentijn, scoren dochter hier op.